Jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik zit in de auto. Ik ben nu in Almere stad. Ik ga namelijk mijn haar even fixen. Bye. Cuts and Care. En vandaag is Iden zijn verjaardag. En ik heb er helemaal zin in. En ik zie Dio al lopen. Dus let me do real quick. Good morning. Good morning. Loop ik hier zo met mijn pruik. Ik hou hem echt vast als een babytje. Nou, ga even mijn hoofd fixen. Baby, kan je bij mijn one desire? Set my soul on fire. Geef me je love en geef je hart van China. Oh, we zijn er bijna. Noem mijn naam, oh, je kent me. Klaar. Het heeft langer geduurd dan was ingepland. Het is nu 11:30. Ik moet nog naar huis. Ik moet nog ieders spulletjes inpakken. Ik moet nog alles doen. En het begint om 1:00 en het is nu 11:30. Dus ik moet nu echt even racen. En Davinio besloot ook even een meeting in te plannen. Een paar uur voordat het feest van Iden begon. Dus het wordt allemaal heel kiele allemaal. Er zijn een paar mensen die altijd stipt op tijd komen. Dus die staan echt om 1:00 precies voor de deur. Oh mijn god jongens, ik ben sprakeloos. Het is allemaal zo freaking mooi. Echt hands down voor de styling, de entertainment die alle spellen en alles heeft geregeld. Ik zal alle diensten erbij taggen en ik ga jullie nu gewoon meenemen, want het is echt insane. Het is zo leuk. Het is natuurlijk jammer dat iedereen zich dit niet zal herinneren, maar daarvoor zal ik ook alles gewoon plaatsen en dat hij het later terug kan zien. En het is natuurlijk ook voor de mensen die we al bijna een jaar niet hebben gezien sinds we Iden hebben en dat we gewoon een leuke dag met z'n allen van kunnen maken. Ik ga jullie niet meer laten wachten, ik ga nu alles filmen, maar let's go! Even in mijn eigen kleedkamer. Mijn krullen zijn er al helemaal uit. En dat vind ik dan weer jammer. Ik heb ook geen borstel meegenomen, dus hopelijk heeft iemand straks een borstel. Ik heb trouwens deze dress eergisteren besteld, want ik besefte me van, oh, ik heb helemaal geen outfit. Nou, dit is mijn outfit van de Boohoo. Ja. Waar is die man van mij ook echt? Die is nergens te bekennen en het is al 1:00. Het begint om 1:00. Die man is gewoon te laat op zijn eigen feest. En zelfs Iden is te laat. Waar is mijn kind? Ik weet niet hoe dit werkt, man. Dat was hem jongens, dat was hem. Maar net ging je wel vooruit. Waar ging het mis? Want het licht gaat wel aan. Er worden mooie nagels gezet. Ik heb ook mijn vlog. Ha, nu is het een grote vlog. Yay! Angelique is er wel gezellig. Gaan we beginnen met Joey, ja? Wat is jouw tattoo? Ja, glitter tattoo. Is de tijd voor komen en de tijd voor gaan, jongens. En nu alles ook opruimen. Familie helpt even met alles opruimen. Ik ben echt ziek geworden hier. Ik voel gewoon dat ik ziek word. En hier zijn alle cadeautjes.
Nou, als we thuis zijn, ga ik alles met jullie unboxen. Wat vond je ervan, schat? Ja, hartstikke gezellig. Alleen jullie zien het, hè? Wie er eindigt met, trouwens. Ja. Dit is wat ik aan het opruimen ben, maar het lijkt alsof ik nu gewoon lekker aan het drinken ben. Nee. Nee, we zijn aan het opruimen, jongens. Dat hoort er ook altijd bij. Leuk feestje en leuk opruimen. Inderdaad. Alles, alles. Jeetje, wat een agressie. We zijn thuis. Ik ben zo kapot. Echt, mijn social battery is ook echt... Die hele accu is eruit gehaald. Oh, en wat is herrie ook nog bij. Nou, dit zijn ieder zijn cadeautjes. Gewoon wachten tot de video terug is. En dan gaan we ze met z'n tweeën openen. Oh. Ik voel me helemaal naar de getver. Ik voel me echt ziek. Ik ga echt ziek worden. Die airco stond ook echt hoog in die zaal. Ook een pakketje gekregen van de zaal. Saint Julie. En hebben ook hun eigen... kijk, frequent sticks. En huisspray. Nou, ik ben echt snotje verkouden geworden, dus ik kan het nu niet ruiken. Oh, nee, ik ruik het wel. Oh, deze ruikt echt heel lekker. Deze ruikt echt heel lekker. Gelijk 60 spuitjes in de lucht. En dan hebben we dus die fragrance sticks. Wat is dit? Een geurkaars. Schat, je blijft schreeuwen. Iedereen van me. Het is ochtend. De video is erbij. En wij gaan de cadeautjes openmaken. Veel envelopjes gekregen. Ja. Dus voor mij... Ja, lekker die tenen. ga straks ook even vertellen hoeveel jij voor je spaarpotje hebt. Dan gaan we eerst beginnen met de cadeautjes. Gaan we met de grootste beginnen. Mama. Ga maar openmaken, Ieder. Kijken. Vond je leuk, hè? Kapot maken. Kijk je? Wat is dat? Wat is dat? Een robot! Een baby robot! Nou, dit is zo'n leuke kaart. Ik heb nooit gehad dat ik echt had gedacht van dat er een leuke kaart is. Druk op de halsband van Chase om mee te blaffen. En dan kan je meenemen. Van Eva, Sebastiaan en een kleintje Roxie. Of Rosie. Nou, we hebben zoveel dingen dat geluid maakt. Ik denk dat we gillend gek wegrennen. Deze heeft tante Angelique voor jou gemaakt. Ja. Tante Angelique heeft tekening voor jou gemaakt. Liedje afspelen. Ida. Ook een heel leuk voorleesboekje gekregen. Want altijd als ik boekjes met Ida aan het lezen ben, dan wilt u alles vastpakken. En dit is wel echt heel leuk. Een leuk cadeautje. Dit is een loopwagentje. Dat Ida nu wel staan, zoals jullie zien. Hé! Hey! Allemaal dingetjes die geluid maken. Pianootje. Leuk, hè, schat. Zoveel speelgoed. Een hele goede morgen van Henny huismoeder, jongens. Ik ben Ida's loopkarretje in elkaar aan het zetten. En ik kom geen... schroevendraaier vinden. Dus ik doe het met een mes. Echt, de ghetto. De freaking ghetto. Het was me ook niet... ik had ook niet verwacht dat het me zou lukken. Maar ik ben aardig onderweg. Kan ze toch wat, hè? Ik had vandaag ook 2 meetings, maar die heb ik afgezegd. Omdat ik gewoon echt ziek ben. En ik wil mensen ook niet aansteken. Ik had vandaag toevallig wel vrij van werk. Dus dat komt mooi uit. Dus heb ik vandaag meer de tijd om even bij te komen. Een beetje op te ruimen.
En alles te doen wat ik moet doen. Dus dat ga ik vandaag lekker doen. Ik ga denk ik ook niet vloggen vandaag, want zoals je ziet ben ik druk bezig met het kachtje in elkaar zetten. Ik zal jullie straks wel even die end result laten zien. Hallo jongens, het is dinsdag en wij gaan nu eventjes snel naar de opvang. Want Eden had nieuwe kleertjes nodig, omdat hij daar altijd onder poept, onder kotst. Dus is het altijd nodig om daar extra setjes kleren te hebben. Was ik vandaag vergeten mee te nemen, dus die gaan we eerst afzetten. En daarna gaan wij een huis bezichtigen hier in Almere. Er is letterlijk helemaal niks op de markt. Dus we zijn echt al een langere tijd een beetje aan het kijken van nou, waar is dan een beetje... Jaar, ja, heel lang. Want we willen dus echt zo graag weg waar we nu zitten. Want het is, we betalen gewoon echt een godsvermogen. En het huis heeft gewoon een hele aparte inrichting waar je eigenlijk helemaal niks mee kan. En ook de plek is best wel lastig, want we wonen langs de busbaan. En iedereen die, wanneer wij naar binnen lopen, weet waar wij wonen, doordat ze zien waar wij naar binnen gaan. Ja. Dus ja, dat is niet zo fijn en chill. Dus we zoeken een huis met wat meer privacy, maar ook gewoon een huis waar we voor een langere tijd kunnen wonen. Omdat ja, we ook behoorlijke verhuizingen achter de rug hebben. Wordt er nu een keer tijd, wordt er nu een keer tijd om iets te zoeken voor het langer, voor de bigger picture. Nou, we komen net hier van dit huis. Ja, dat heeft wel echt een hele mooie grote tuin. Maar ook die verdieping was ook echt al die... Het is een kamer, maar je kan maar twee stappen doen, want van die rare schuine dak, zeg maar. En dat heeft hij in al die kamers, dus je kan eigenlijk elke kast die je in die kamer wil, moet op maat gemaakt worden. Dus het wordt wel echt... Maar het was gewoon heel erg oudbollig. Ja, het was zwaar, het was heel ouderwets. Dus eigenlijk alles wat we hier zouden willen, zouden we allemaal moeten laten doen en... Maar oké, stel die man zegt, oké, jullie kunnen hier sowieso minimaal 5 jaar wonen. En jullie mogen alles verbouwen. En dat wij dan zeggen van, oké, maar we willen wel minder in de huur, zeg maar, zetten. Zou je dan wel doen? Kijk, weet je wat het is? Dan gaan we zo, we zitten dan op behoorlijke bedragen aan investeringen. En dan na 5 jaar, dan heeft die man een splinternieuwe woning. Ja. Wat die wij totaal... in de make-up hebben gezet, die hebben we totale make-over gegeven. Dus zijn huis gaat in waarde nog hoger. En wij zitten weer met lege handen op zoek naar een volgende woning. Dat is waar het op neerkomt. Ja, ja, ja. Dus het liefste gewoon een woning die gewoon kant-en-klaar is. Maar dan betaal je wel ook meer, hè? Ja, dan betaal je wel iets meer, maar dan, ja, daar betaal je dan ook voor. We zijn weer op werk met Noordin, Mara en Acelia, de Thread Queen. Waar? Oh. Nou. Ja, ik heb eigenlijk niks meer te vertellen. We hebben net gebeld met WeDab. Dat is die jongen van 10 versus 1. Met die video van Young Ellen, zou ik zeggen. Jeetje, ik kom er niet uit. Savig, heb je die gezien? Ja, je hebt die sowieso gezien. Met die rare chickie. Ja, met die rare chickies. Ja. Allemaal piano kanbassen. Ja, nou, ik vond het zo verschut, maar het was zo ghetto dat ik gewoon bleef kijken. Ik moet hem nog kijken, is het leuk? Ja, jij gaat er threads over maken. Die ik heb threads al lang verwijderd, hè? Echt? Ja. Hoezo dan? Ik dacht dat je sarcastisch zei. Ik vond als een schoolplein. Ja. Oh, ja. Hoe Twitter vroeger was, toch? Precies ja, zo. Dus, ja, echt. I don't worry, guys. Everything's gonna be alright. People keep talking. They can say what they like. No one, no one, no one. Wat had ze mee van rechts? Call a bitch. Ik kreeg net een berichtje van de opvang. Dat er een kinderziekte heerst. Dat Eden blaasje op zijn hand heeft, zijn voetjes. En in zijn mond. En hij was... Deze nacht was hij al zo moeilijk met slapen. Hij werd 3 keer wakker. Om 5 uur 's ochtends, om 7 uur 's ochtends, om 2 uur in de nacht. En ik dacht, wat is er nou aan de hand? En ook tanden poetsen, dat wil hij gewoon niet. Maar hij heeft gewoon waarschijnlijk overal pijn. En ik krijg vandaag heel veel complimenten over mijn haar. En ik moet ook eerlijk zeggen, de krulletjes zijn een beetje uitgezakt. Ik haat als mensen mij willen inhalen, jongen. Even gasolina. Maar aan het einde van de dag vind ik toch nog dat het er best wel mooi uitziet. Hallo
Hello people, vandaag werd ik wakker en dacht ik, ik ga een girly girl zijn. Ik heb een strik in mijn haar. Nou, dat heb ik echt nooit gedaan. Maar ja, en mijn haar even in de spel, want ik heb hem net gekruld. Dus dan kan het even lekker drogen. En dan heb ik straks perfecte krullen. Ik was net even naar de winkel gegaan, want ik moest even een paar dingen shoppen. Maar morgen heb ik dus een shoot voor mijn webshop. Eindelijk, ik heb het zo lang uitgesteld. Maar nu is het eindelijk tijd om te gaan shooten. Wat ik nu ga doen is... Ik ga even een eiwitten shake maken voor mezelf. Waar is dat ding? Altijd belangrijk om je eiwitten shake te nemen. Ik ga nu een eiwitten shake... Eiwitten shake. Dat zeg ik het allemaal. Oh. Ik ga nu een eiwitten shake maken. En dan is het alweer tijd om te gaan. Nou, ik was dus helemaal hype, jongens. Want ik heb dus een multifunctional stoomreiniger gehaald. Ik ben er gewoon helemaal weg van. Oké, hoe ik mijn eiwitten shake maak, is... Deze is echt bombastic. Ik doe eerst sojamelk, die met 0% vet. Dan een halve banaantje. Oh, oeps. Dan deze. Oeh, hij is bijna op, maar ik denk dat ik nog één scoopje ervan kan maken. Van XXL Nutrition in de smaak vanille. Nou, ik ben zo lomp. Alles stieft ook op de grond. Een beetje. En een vleugje kaneel. Oh, that's what I'm talking about. Ik besef me ook dat ik eigenlijk best wel dood ben op TikTok. Ik plaats vroeger echt veel, maar ik ben nog steeds na een jaar aan het kijken van hoe de fuck ga ik mijn leven combineren met moeder zijn en content maken. It's giving mom. Oh ja, nou ik zie jullie straks. To the left. Waar zijn al die oude bangers dan? There's always that one person that will always have your heart. Die bitches hack, meestal zegt ze niet zo bad. Yo, zo dacht ik er binnen zet. How you got your internet? Die meningers uit de jail. Dit is gewoon core memory, core 2015, 2016, wat een prime time was dat zeg. Ik wil echt dat ik kon zingen man, ik zou zo'n persoon zijn die rennen midden in het café begint te zingen om iedereen jaloers te maken. Ja, ik zou echt zo'n persoon zijn en ook in de vriendengroep, dat als iemand het over een liedje heeft dat ik het ook gewoon helemaal van A tot Z ga zingen. Zo'n persoon ben ik gewoon, maar het is me gewoon niet gegund, een mooie stem. Ik heb alleen een snotterige verkouden stem die 24/7, 365 dagen van het jaar verkouden is, ja. So why would you show up?